Voor het Theehuis in Leiden-Noord opende wethouder Yvonne van Delft zaterdag met één druk op de knop Festival Het Andere Theater. Na de opening nam van Delft plaats in theaterinstallatie White Noise. Verschillende pompen bliezen enkele duizenden piepschuime balletjes rond in een afgesloten ruimte. Theatermaker Tamar Blom stond bij de installatie om uitleg te geven. Dit is een beeldende installatie, sensorische installatie, waar je als toeschouwer zelf naar binnen kunt. Want we zijn eigenlijk heel erg bezig geweest om iets te maken waarbij je als toeschouwer niet kijkt, niet alleen toeschouwt. Eigenlijk de mens dichter bij die ervaring brengen door hem zelf eigenlijk in zekere zin in mijn rol te zetten van de performer. En deze installatie die is begonnen bij een filosoof, Byung-Chul Han, een Duits-Koreaans filosoof, die het heeft over eigenlijk onze wereld die steeds drukker wordt, waarin steeds meer impulsen op ons afkomen en dat het heel ingewikkeld is voor ons om daarmee te dealen, dat we proberen weg te vluchten, dat er een steeds grotere transparantie nodig is, we moeten alles weten, alles zien. In plaats van weg te gaan, soort van ingaan, doorheen gaan en op die manier een andere manier vinden om daarmee te dealen, mee om te kunnen gaan. Ja. Wethouder van Delft genoot van haar unieke ervaring. Het is net als zwemmen in een hele woeste zee zonder nat te worden. Ja, dat is leuk. En zeker op deze dag waarop we symbolisch weer de mondkapjes in de wil gehangen, kan dit in de tuin van Noord. Waarbij er gebruik is gemaakt van een heleboel wijkbewoners die verteld hebben wat hun bezighoudt, wat ze dwars zit, wat ze leuk vinden. En daar zijn dit soort installaties uitgekomen. Wij hebben een kwartiermaker, Sterre de Vries. Sterre kwam op een gegeven moment naar ons toe en ze hadden allemaal fantastische verhalen. Maar ook één verhaal waar ze heel erg mee in haar knoop zat, dat er bepaalde mensen ook echt een beetje tegenover elkaar stonden. Verschillende achtergronden, begrepen elkaar niet goed. En toen had ik over deze installatie gehoord en wat er dan gebeurt. Dus dat je heel veel ruis hebt, maar ook dat je door een soort van zachtheid aan het zwemmen bent. En toen dacht ik, nou, dat is echt zo'n typisch iets dat je zonder woorden iets aan de wijk kan geven. Namelijk zeggen, het is oké dat het soms gewoon botst. Maar wij willen jullie ook die zachtheid meegeven. Ondanks het regenachtige weer konden toch veel buurtbewoners het openluchttheaterfestival waarderen. Ik vind buiten is meer gezelliger. Ja, gezelliger. Dat is meer leuker dan binnen, denk ik. Dat is, binnen is een beetje, vind ik, saai, maar het is gezellig.